Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en het is vandaag dinsdag, de tweede dag dat de kinderen thuis blijven van school. En ik ben heel snel aan het praten. Ik heb vanochtend startte ik op en het eerste wat ik zag was dat ik een reactie had gekregen op mijn video van gisteravond. Dat ik soms wel heel snel en binnensmonds praat. En dat is echt niet de eerste comment die ik erop gehad heb. En ik krijg het best wel vaak in het dagelijks leven. Dus ik zal proberen wat rustiger en wat duidelijker te praten. Ik ben gisteravond echt super op tijd naar bed gegaan. Ik lag denk ik om 9:30 al in Dromenland. En vanochtend om 6:15 ging de wekker van Pascal. Dus ik voel me helemaal zen en uitgerust. En ik heb mijn ochtend dus besteed aan YouTube en Pinterest en Instagram en Facebook. En vooral Instagram. Ik was getagd in het verhaal van Pauline door mijn schoonzusje. Die allerlei tips gaf over thuisscholing, dagplanningen, noem het maar op. En Jordan Page had het toevallig ook gedaan over de blog scheduling. Dus ik heb het whiteboard naar beneden gehaald. En er staat al een klein... het is niet klein. Ik zal het laten zien. Het is niet klein. Er staat een hele routine op. Met een ochtendblok, een schoolblok, een lunchpauzeblok, een middagblok en eigenlijk twee middagblokken. En het avondblok. Dan ga ik het waarschijnlijk wel een beetje aanpassen en veranderen. Want 2 uur lang huiswerkbladen, scoola, boekjes lezen en werkjes maken is misschien erg veel. En 1,5 uur lang dit soort dingen, dat zal misschien nog wel gaan. Maar misschien moet ik dat een beetje gaan combineren. Dat dit 1 uurtje stilzitten is en 1 uurtje creatief bezig zijn. En dit 1 uurtje stilzitten, 3 kwartier stilzitten en 3 kwartier creatief bezig zijn. En hier kunnen ze natuurlijk lekker naar buiten en doen. Hier zijn we even buiten, hier zijn we even buiten. Dus ik denk dat het zoiets wel gaat worden. Verder staat er vandaag ook nog wat boodschappen op de planning. Ik moet om tussen 2:05 en 2:50 lopen zijn huiswerkklas ophalen. Ik heb van Brooke niks gehoord. Ik verwacht dat groep 1-2 geen huiswerk krijgt. Lijkt op zich ook wel vrij logisch eigenlijk. En ik heb aan mijn schoonzusje gevraagd of ze dan hier ook wil zijn. Zodat ik de kinderen niet hoef mee te slepen. En ik aansluitend gelijk even wat boodschappen kan ophalen. Want... dit is het. Nou ja, niet qua mijn voorraadkast en zo. Die zit allemaal helemaal goed gevuld. Maar ik heb mijn kaas is bijna op. En iets fruit gaat op zich ook nog wel. Maar ik heb geen ijsbergsla meer. Ik heb geen komkommers meer. Geen tomaten. Ik wil gewoon even wat verse ingrediënten. Ik weet niet zo goed wat ik met de bake boodschappenhals moet gaan doen. Aangezien ik waarschijnlijk dat de komende paar weken niet ga doen. Misschien dat ik dan gewoon tips ga geven hoe je het beste van iets kan maken of zo. Een receptje gaat delen of zo. En dat ik dan wel in de blog opschrijf wat ik dan precies per dag gegeten heb. Zoiets denk ik. Dus dat dus. Ja. Ik ga even kijken of hij Brooke is met aankleden. Want ze heeft nog 10 minuten volgens onze dagplanning. Om aangekleed en wel met gepoetste tandjes en gekamde haartjes met mij mee te gaan om Boris uit te laten. Ik dacht dan krijgt Boris echt een keer een groot rondje iedere dag. Een paar keer per dag eigenlijk nu. En dan heeft hij lekker de kans om buiten te spelen daarna. En dan hebben wij frisse lucht gehad. En dan zijn we weer helemaal voorzien van de mogelijkheid om ons te concentreren. Fingers crossed. Wat moet hij doen? En nu moet Boris poepen. Omdat het hier niet heel veel mensen lopen. Dit is gewoon nog een beetje, dit is allemaal gras hier zo. Oh. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make. Het is 3:50. En de eerste zit al netjes aan tafel, de volgende is handjes aan het wassen. Mama. Ga jij daarmee beginnen? Maar hoe mooi is dit joh, ik weet het niet of zo. Nou, ik ga je daarbij helpen en dan ga ik lopen en dan kies even een plekje aan tafel uit. Waar ga jij zitten? Ik ga hier zitten, man. Ga je daar zitten? Ik pak even een pingwingpen. Wil jij de pingwingpen pakken? Pak die maar. Ja. Dan ga ik jullie eventjes laten opstarten. Look at beautiful stars. I wanna drive a faster car.
my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Wat vinden we van onze fruithap? Lekker! Niet zo. Wat mis je? Dat moet je zo doen. En ik vind het zo. Oh, wat vind je er niet zo lekker aan? Aan die rode stukjes. Je vindt die kerst niet zo lekker. Dat kan. De kerst. Het is gewoon een fruitcocktailje. Ik heb een extra peertje erin gedaan. Ja, die rode kerst die je er net had. Ja, dat is een kerstje. Oké. Okay. En hoe vinden we het tot nu toe om schooltje te krijgen van mama? Wat is dat? Leuk. Jij vindt het leuk? En jij ook? Ik wil zo en zo. Oh. We moeten nog een beetje aan wennen, hè? Laat maar even bij de dingetjes zien. Mijn werkbladen. Ja, Logan die heeft vandaag zijn bussommen gemaakt. En zijn kloksommen. En nog meer bussommen. Ik heb ook wat gedaan. Ja, jij hebt ook dat was moeilijk hè, boven de 20 de lijntjes nog trekken. En ik heb een krokodil gisteren gemaakt en een gamer. En vandaag heb ik een pannenbeer gemaakt en een olifantje. Nou, helemaal leuk. En het is nu 11 uur, dus we hebben dit allemaal in uur tijd gedaan. Lord have mercy with us. Dus we hebben nu even een fruithapje en dan gaan we daarna. Mag Logan nog even op school, want Logan heeft niet op school gezeten. Maar hij had ook een hele leuke site gevonden met rekenen. Wat is dit? Dus een salamander. Had ook een hele leuke site gevonden van leren. Een krokodil. Oefenen of zo. Ik zal zelfs even, in het scherm zetten. Welke dat was een van de spelletjes met rekenen, dat vindt hij helemaal leuk. En die gaat nog even wat werkbladen maken, want die had er nog met twee gedaan. Ja, dan mag je zo. En zo proberen we een beetje de dag door te komen, hè? Ja. Ja, zo moet je dat doen, hè? Dus dit is het verhaal. Hij krijgt een sommetje. Dan moet hij heel snel op het juiste balletje drukken. En dan gaat de oma winnen. En het is van de leestrainer. Fout. Dit was je foutje. 0 plus 2 is? 0 plus 2. Deze. Deze wil ik, man. Heb jij er een gevonden? Nou, druk maar eens op invoer. Zie je? Raak de beker aan om het spel nogmaals te spelen. Oma Race. Oma Race. Wat gaat hij doen? Maar dus op leestrainer, als je dan op rekenen, groep 3 rekenen. Daar staat het tussen, of dat deel 1 is of deel 2. Of eerste helft of tweede helft, dat weet ik niet meer. Want we hebben een aantal spelletjes gedaan. Want ik weet, dat is de haaien van het rekenen en de snoepjes van ik met rekenen. Dat ging niet zo snel voor hem. Zo snel kan hij nog niet die sommen raken. Dus dat is misschien een goed doel om dat voor het einde van deze 3 weken voor elkaar te hebben. En met deze dame ga ik nu eventjes wat werkboekblaadjes doen. Hè? We hebben de Smart Games er dus bij gepakt. Logan die gaat op zich wel lekker, hè? Jij gaat goed, hè? Dan ben je die noten willen glijden. Die noten. Oké. Je moet net zo lang schrijven dat alle eitjes bedekt zijn. Nou, ik denk, deze moet denk ik wel boven blijven, hè? Ik zal een klein beetje af. Deze moet boven blijven. Papa, ik zie nog 3 eitjes. Dus dan moet die deze kant op, toch? Zo. Kijk hoor. Okay, dit is niet helemaal moeilijk. Kijk maar. Drie keer, hopla. Hopla. Die is goed, dat gaat lekker. Nou, dan kan je nummer 5 eerst nazetten. Hoe die er hierop staat. Maar kijk, die noten worden er niet aan. Die kan je gewoon zo doen. Je bakje open zou houden. Kijk. En dan ga je nummer 5 namaken. Met je eekhoorntjes en met je nootjes. En dan kan je gaan schuiven. Van dat Smart Game hebben ze een heleboel. Ze hebben met de 3 biggetjes, met rood kapje. Voor dag en nacht. Dag en nacht. Met kijken. Hier zo. En met Smart Farm, hoe zeg je dat? Boerderij. Ze hebben ook antivirus. En allerlei andere moeilijkere opties. Wij zijn aan de achterkant ook allemaal dingetjes. Hier zo, een day and night. Maar dit zijn een beetje meer preschool.
Dan heb je de klassieke. Ik wil deze van Peewee. Ja, dat is een beetje hetzelfde wat we nu allemaal hebben. Daar hebben we al best wel wat van. Maar kijk, dat is deze. Hebben we ook al compact dingen. Die hebben we. Die met de kip. De parkeerdingen. En de squirrels. Misschien nog inderdaad een beetje van de andere kant of zo. Wat meer opdrachtjes. Want ik heb het idee dat we dit nog een beetje moeilijk vinden voor preschool. Maar we gaan het proberen. Dat was me wat. Het was echt via het schoolraam mocht je dan je bestelling of je tasje ophalen van de groep van het oudste kind. Dus dat betekent dat ik naar groep 3 moest ik naar het lokaal verlopen, buitenom. Dat was daar een groot raam en dan moest je wachten tot de juf kwam. En dan kreeg je het tasje neergezet en dan deed de juf zat naar achteren en dan mocht jij het tasje pakken. Maar goed, ik heb dus de tasjes. Ik heb zelf het tasje van Bert. En ik moet het even zo neerleggen, want aan de voorkant staat een code waarmee ik kan inloggen en allemaal persoonlijke gegevens. Oké. Want ik heb dus een tasje van Brooke. En er zitten dus per week zit daar dus wat in. Dus het is echt. Nou ja. Dat we laten zien. Hè. Ik moet zeggen, het viel me tegen voor een hele week. Dit is dan een knutselwerkje wat ze waarschijnlijk moeten maken. Een kleurplaat. Dan moet je hem eerst inkleden. Dan moet je hem. Je ziet het. Kleur de kleurplaat in. En. We maken een puzzel van. Dit zijn dieren herkennen. Nog een kleurplaat. En dat is haar hele werk voor deze week. Logan heeft gelukkig wel wat meer. Er zit echt een hele lijst bij. En dit is alleen maar van deze week. En dat is ook online. Dus ja, dat is echt wel. En het is gemiddeld zeg maar zo 2 uur per dag. Kom ik op uit. Hier is echt zeg maar 20, 40, 60. 80, 100, ja 120, net het ongeveer allemaal zoiets is. Dus het is dan echt rekenen en lezen. En dat is eigenlijk waar ze dan nu op focussen. Dus de kinderen zijn nu naar buiten, want ze hebben eigenlijk de hele tijd gewoon school op de iPad gezeten. Dus ik ga zo met ze mee naar buiten. Ik heb gezegd, ik ga het even opruimen, even schoonmaken hier. En dan kom ik ook naar buiten en heb ik een uurtje met ze buiten spelen. Ook fucking dutten. Deze hemel. Hoofd. En. Dit staat niet te leeg. Mijn buik is niet te huur. En ook niet te koop. Ga maar weg uit mijn lijf. Nu, nee, zegt de weer. Ik ga niet weg.